Ja, zo de keer. Maar kijk, kijk nog dat een lijntje zien. Rot. Ja, wel heel leuk. Ja. Het is de vroegzomer geweest. Kun je daar buiten nog wat zitten? Ja hoor. Kan ik het doen.
Laatste ronde. Laatste ronde. En het is gedaan. Maar in dit geval, als je de voor de laatste ronde daarin rijdt, zijn er zat boeren. Ja, het is de bedoeling, hè. Als je wil weggaan, dan moet er wat boeren op zitten. Anders lukt dat niet. Maar in ieder geval, de hoeveelste overwinning vandaag in Slijpen, Zottegem? Derde overwinning van Sissen. Derde overwinning, was het parcours gemakkelijk? Ik hou wel van dat parcours op en af, dan kan ik krap het verschil maken in vergelijking met de concurrentie. In ieder geval, proficiat en nog veel overwinning. En hier een prachtige trofee, geschonken door onze café, baas, café de Lindal hier. En gaan we ook even vragen, juffrouw, geweest hier voor de laatste ronde? Ja, ze was eraf weg, hè. Had je niet gezien? Ja, ik had het gezien, maar ik kon gewoon niet. Ik kon niet aanpikken. Maar in ieder geval is het niet gemakkelijk, hè? Nee, zeker niet. Het is een lastig parcours. Ik kom juist van Bretagne ook. Ik voelde dat toch nog wel, maar ja, voor een beetje te volgen, dat gaat gewoon niet. Maar in ieder geval heb je een fantastische koers gereden, hè? Ja, dat wel. Dus ik ben wel content. En ook een prachtige trofee, dus kan niet beter zijn. Nee, dat is waar. Dank u. Oké. Het is gemakkelijk zijn voor u vandaag. Het was zeker niet gemakkelijk. Er waren enkele sterke renners, waaronder Grace. En er waren nog een paar buitenlandse, maar ik mag toen ook deze met de derde plaats. Je wordt vandaag steeds sterker gereden, toch? Ja, ik was sterk aan het rijden totdat Grace ging op. Het klimmetje in het Waalzeven had ik niet direct het wiel doordat er dunia in zat. En ik wilde er nog naartoe rijden. En op de kasseekers in het Waalzeven ging mijn fiets onderuit en ik durf geen risico's niet meer om er nog naartoe te springen. En dan heb ik eigenlijk nog geprobeerd alleen, maar alleen was ik niet meer tegen de race te beginnen. Als je weet dat ze de Ronde van Vlaanderen gewoon heeft, dan is geen pannenkoek, hè. Maar jij hebt ook sterk gereden vandaag, hè? Nou ja. Allee, een applaus!